Goedemorgen, nieuwe dag en we hebben net ontbijt gekregen. Het ziet er echt gewoon fenomenaal uit. Ik ga zo meteen lekker smullen. En vandaag, het plan van vandaag is dat we bij een van die andere resorts gaan lunchen. Of gaan we een foto maken. Ik ben een beetje zo rond aan toch? Dat is echt iets gevels, maar ik weet niet wat ze moet geven. Ja, het hoort bij de service hier denk ik gewoon in het land. Net als India, weet je wel. We worden zo meteen gebracht naar een andere resort. Van, ja, we zitten op één resort en zijn nog bezig met een nieuwe resort, zeg maar, van hetzelfde eigenaar. En ze zijn nog niet geopend, maar wij mogen daar al in de restauranten van lekkere lunch gaan uitproberen. En een sneak peek. Wat? Een sneak peek into de nieuwe kamers die ze hebben. Ja. Precies. En het is heel luxe hoe je allemaal opgehaald wordt en rondgepakt. Ja, we zitten echt in een super luxe auto. Wel eens van, oh, dit is zo anders dan hoe we normaal reizen. Maar ja. Same as Diwali? Ja, it's okay. Similar. Yeah. Because the main thing is, we are going to the temple. Mm-hmm. So in the morning, and this celebration is for all day. Okay. So in the morning, you will see like many people with offering going to the temple together with the family. And then and after that, all the offering we share to all the family. Oh wow. Yeah. Mm-hmm. So and is this there celebration is every 6 months. Every 6 months, mm-hmm. Okay, nice. And can we, if we go to the city, can we see a lot happening or is it mostly just with families themselves? Okay. Nou, we zijn dus in Comanica aangekomen, een nieuw resort waar ze ons echt aan het vertroetelen zijn. Ze zijn onze begeleiders. En we hebben zojuist echt een heerlijke smoothie gekregen. Het ziet er echt gewoon super mooi uit ten eerste. En er is echt een mix van en het is extreem lekker. Banaan, dragonfruit, honing en ik weet niet wat allemaal. En we zijn aan het genieten en het wachten op onze... Ik weet niet wat erin zit, maar het is ongelooflijk lekker. Ja, en we zijn aan het wachten op onze lunch. Ik ben benieuwd. We beginnen hiermee. Het is een frisse salade. En het ziet er heel complex uit met blauwe kaas en rucola en mandarijnen. Granaatappeltjes, ja. Granaatappelzaadjes, hoe je het ook noemt. Mijn vader heeft iets anders. Ik heb er niet op gelet wat er allemaal in zit, maar het ziet er echt heel interessant uit. Tweede ronde alweer. We hebben zalm met rijst en gegrilde groenten. Het ziet er echt lekker uit. True. Ja, precies. Ik heb de panna cotta dessert met allerlei lekkers erop en met ijscream ernaast. Ik zit al best wel vol, maar dat kan er echt wel bij. Farang, wat heb jij? Sweet potato cake en heel veel dingen die ik niet begreep. Maar het ziet heel lekker uit, het is ook lekker. We zijn bij Kama's Beach. De zand is zwart, heel apart. En dat komt omdat het volcano sand is. En echt heel apart. Heel mooi. En een visser die voorbij loopt. We waren dus bezig om uit te kiezen wat we vanavond gaan eten. En we hebben het menu gepakt en het viel me nu pas op dat ze het echt gewoon onze namen erboven staan. Dear Babak en Ibu Hamadi. Babak en Ibu is een soort van Mr. en Mrs. En, ze denken dat we Hamadi heten, maar maakt niet uit. Ik heet ook Hamadi. Neem je als koppel? Nee, dat is waar. Maar super personalized, echt zo enorm. Ze hebben gewoon een nieuw menu uitgeprint met onze naam erop. En omdat ze gewoon zeiden dat ze geen pork eten, hebben ze alle pork eruit gehaald. En allemaal geschreven, bijvoorbeeld in plaats van pork of bacon, dat gewoon chicken sausages, dat soort dingen. Dus ze hebben een heel personalized menu voor ons gemaakt. Ik heb echt nog nooit zo op een plek gezeten waar ze zo erg op details letten. Dat is echt ongelooflijk hier. Echt zo zie je dat gewoon... Wow. Tweede ontbijt, we hebben van alles besteld. We hebben een pancake, cereal, fruit met yoghurt. Poached egg met groenten, chicken sausage, watermelon juice, fresh mint tea. Farah heeft hetzelfde, heeft alleen muesli besteld. En dan in die basket heb je dan lekkere pastries en toast met boter. Oh, ze verwennen ons hier. Dat is echt zo lekker. Daar komt Farah weer aanzetten. Zijn badjas. Rich life. Wat? The rich life. Zo rich zijn we echt niet hoor. Klopt. We zijn naar ons ontbijt vertrokken, we zijn in de stad. Vandaag is een speciale dag, het is een heilige dag. En er zijn allerlei festivities in het centrum en ook gewoon in de villages surrounding in Ubud. En ik denk dat we straks een scooter gaan pakken om vooral buiten Ubud rond te rijden. Om dat soort dingen te zien, omdat
echt, het centrum is zo toeristisch. Ook nu om me heen vol met mensen die ja, overal foto's aan schieten zijn. En ja, lastig om echt te genieten van de authenticiteit van een land zo, weet je wel. Ik haat dat het zo druk is. Oké, wij zijn geen toeristen. Ik weet wat je denkt. We zijn geen toeristen, wij zijn reizigers en willen echt authenticiteit van een land zien. Zonder toerisme om ons heen. Want een centrum is vaak echt commercieel, weet je wel. Al die voorstellingen, dans, performances en daarom willen we op zoek gaan naar een plaatselijke tempel waar dus geen toeristen komen, maar vooral locals daarheen gaan. Het regent alweer, dus we zitten hier een beetje af te wachten tot de regen ophoudt. En misschien kan ik je vertellen wat, wat een dag als vandaag inhoudt hier in Bali. Het celebration draait dus om dat er een gevecht plaatsvindt tussen God en duivel en God die overwint het. En dat is dan volgens mij dat zij dat celebraten hier en dan komen ze offerings brengen naar de tempel en komen ze bidden. En ik denk een soort van dankbaarheid tonen, dat draait een beetje om vandaag. Dus ja, iedereen ziet er echt heel traditioneel uit ook. Heel, ze hebben die Indonesische, hoe noem je dat? Zo'n ding aan, zo'n ja, gewaad die ze dan om hun waist gaan binden. De optocht die we opeens tegenkomen op gaat, is echt heel bijzonder uit. Want je bent niet buiten Ubud en volgens mij zijn ze minder gewend aan toeristen. En iedereen zit weer te staren, weet je wel? Gewoon India flashback. Nacht in onze mooie dromenstemming resort. Echt lastig worden hierna wennen worden en het minder leven. En vanuit even goed slapen. Wie heeft mezelf verteld, heeft me afgelopen nacht heel slecht geslapen. Omdat onduidelijke reden wij gewoon om 7 uur 's ochtends klaar wakker worden. En elke dag gaan we rond 1 uur slapen, dus we hebben elke dag 5 uur slaap. Afgelopen week al of zo, ja, misschien komt dat tijdsverschil. Tijdsverschil en wat het de chill zijn. Ja, inderdaad, we hebben weinig fysieke belasting vergeleken met Nieuw-Zeeland, waar we elke dag kapot hikten en dan als een roos sliepen, terwijl we daar echt in slechts omstandigheden, hostels met luidruchtige mensen sliepen. Hier is alles perfect, muisstil, mooie kamer, alles perfect. Maar hier slapen we ook heel erg slecht. Dus ja, waarschijnlijk dat tijdsverschil. Misschien omdat we gewoon weinig beweging hebben over het duur, gewoon overdag. We gaan de laatste avond slapen en ik hoop alsjeblieft vandaag iets beter slapen. En ik eindelijk weer een keer uitgerust wakker kan worden. Tijd om weer yoga te gaan doen. Maar daarvoor moeten we eerst even tickets boeken. Voor tickets halen bij zo'n local plekje voor Gili Air. Want we gaan met de boot vanaf Bali naar Gili Air. En het was best wel eng om al die... Je hebt heel wat horrorverhalen op internet over vervoer vanaf Bali naar Gili Air, want er zijn blijkbaar heel veel kapotte bootjes die daarheen gaan. Nee, het ergste is dat, ik heb je verstemd om te zeggen eigenlijk, maar er zijn zelfs soms doden gevallen. Dus een boot die ontploft. Een boot-explosie geweest, omdat het gewoon, ja, Indonesië, weet je wel, dat soort landen in Azië zijn gewoon minder streng met... Het was gewoon echt gewoon een graslek, weet je, in Nederland heb je ook graslekken, mensen overlijden. En dat was ook een graslek, en daar was een explosie geweest, waar volgens mij 1 of 2 toeristen overleden. Dus, ja, dat heeft niks te maken, dat is gewoon puur pech, hè. Maar die bootjes is nog... Het water is heel wild blijkbaar. En dat is het enige waar ik me zorgen om maak. Want maar eerlijk, in dit soort landen is ook gewoon minder strenge onderhoud van die bootjes. Waardoor sneller dingen kapot kunnen gaan. En gewoon dat je daar op het water
blijf floten tot het gemaakt wordt. Jawel, we lazen toch. Even die persoon die het vertelde, dat ze heel de tijd aan het fixen waren. Oh, nee, ja, maar dat kan ook wel gebeuren. Ik wil even pech hebben. Ik wil een auto nog pech hebben. Dit is de view die je hebt als je yoga gaat doen in Ubud. Een van de plekjes waar wij ook yoga hebben gedaan. Is dan de studio. En is dat je uitzicht. Wat vond je van de yoga vandaag, Farang? Het ging zo erg. Ja, het was niet meer zoals die eerste twee keer, hè? Dat was echt een workout waar ik van houd. We waren allebei ons kapot aan het zweten. Ik gleed de hele tijd weg op die mat. Dat was echt... Het was een Nederlandse leraar. Ja. En hij was echt gewoon echt zo lenig ook. Ja. Echt ziek, echt, hè? Wel echt fijn. Van de ochtend heb ik gedaan nu, dus super lekker. Ja. We gaan hier lekker ontbijten. Ja. We hebben ons lekker opgefrist zojuist na yoga en ontbeten. En Farang is erachter aan het insprayen tegen muggen. En dat moet je hier echt doen overdag ook, want je hebt hier dengue-muggen. En ja, dan wil je gewoon niet geprikt worden. Ik heb me leuk aangekleed. Ik heb me leuk aangekleed vandaag, want we gaan Instagram-foto's maken. En dan is het belangrijk dat je ook leuk uitziet. We zijn eindelijk bij de Rice Terraces. Beetje druk, beetje toeristisch. Beetje heel erg toeristen eigenlijk. En daarboven een beetje overdreven. Maar goed, we hebben een beetje eigen spotje gevonden. Hier is iets rustiger. Heel mooi. We probeerden dus net drone images te maken. En het komt serieus tegen die palmboom aan. Hij heeft de beste landing gehad volgens Farang. Hij is echt op het gras gevallen. Gelukkig niet in het water ofzo. Maar hij werkt niet meer. Die gimbal of zo, die camera, die was al een beetje gevoelig en al werkt helemaal niet meer. Dus we kunnen niet meer filmen, jammer genoeg. Maar goed, soms heb je dat. We zijn weer bij een chill cafeetje voor avondeten. Ik heb een zucchini pesto pasta besteld in Farang en een beef burger met potatoes. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Alleen ik weet niet of het vullend is. Goedemorgen allemaal, we zijn zojuist opgehaald. Door het busje waar we nu in zitten. En we gaan vandaag de boot pakken naar Kili Air. En het belooft een horrorachtige rit te zijn. Het lijkt de eerste taxirit, dat is behoorlijk gevaarlijk. Ja, ik weet niet of het zo is, maar het kan zo zijn. En aan de boot hebben heel veel mensen naar ervaring mee. En we zijn enorm misselijk in het worden door de zee. Dus ja, we zien hoe we het gaan overleven vandaag. Nou, we zijn verder opgestaan. Niks gegeten, er niks zwaar van maag ligt. En miskijt is dat ook genomen. Dus wish us good luck. We zitten in de boot van Kili Air. Best wel druk. We zijn aangekomen in Kili Air. En hier hebben ze geen auto's, rijden alleen fietsen rond en van die horses. En dit zijn onze chauffeurs. Say hi! Shy. Dit is ons vervoer dus. Dus gaan we zo het eiland rond. Aan de andere kant van het eiland. Oh. Dat wordt een hoofdje schoot hier. Dat is opgezet toch? Ja, zeker. Hoe laat je dit zo bezig op die reis? Nee. Het Finse eiland in Turkije. Daar heb je geen auto's en zo. Dat. We zijn dus zojuist aangekomen bij onze nieuwe villa. En het ziet natuurlijk wel heel romantisch uit allemaal. En het is onze pool. Ik heb mijn eigen pool. Farang heeft zijn eigen pool. En dat is een beetje de lounge area. Ik wil het dicht doen. En dat is daar dus de lounge area. Ik kan een beetje chillen. Koelkastje, thee drinken. Juice of whatever. En dan kom je de villa binnen. De villa zelf... Ja, is leuk, valt mee. Niet super luxe, wel gewoon mooi. Dus dat loungeplekje zo. Maar de best part, mijn favoriete part, is de bathroom. Want zodra je de deuren openmaakt... Oh, wacht. Ik ga niet open. Van het slot halen. Is het net een oase. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n mooie badkamer gehad. Is gewoon buiten. Zoals, ja, Balinese stijl eigenlijk, is altijd buiten. We zitten bij de Mexican. De Mexican kitchen. Blijkbaar heel goed eten hier. Eten besteld.
Dit is wat we dus besteld hebben. Ik heb een veggie burger met nacho en side salad. En Farang heeft de chicken enchiladas, ook met heel wat salade. Dit is wel veilig is om te eten, niet? Er zitten best wel veel toeristen hier, Farang. En ja, we zijn toch al ziek geweest in Bali. We kunnen nog een keer proberen. Anders loop je zoveel lekkers mis, heb ik het idee. Ja. Dus laat het gewoon proberen. En ja, we zien het wel als we ziek worden. Fingers crossed dat het niet gebeurt. Chillen view natuurlijk. Chillen muziek op de achtergrond. We gaan lekker genieten. Go up, go up. There you go. Okay. Oh, boy. Goedemorgen, we zijn weer wakker en worden weer getreat met heerlijke breakfast in onze privé. We zijn Gili'er eiland een beetje aan het verkennen en het is echt heel mooi, maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet echt heel goed onderhouden, want ja, het is niet echt developed ook, maar goed, storm komt eraan, dus we moeten een beetje haasten. Ik denk dat er een mooie sunset aan het aankomen is, hoewel het wel bewolkt, dus ik vraag me af of het mooi rood gaat worden straks. We zijn het wachten op ons avondeten. Yummy, het ziet er goed uit. Het zijn mijn noedels. En gewoon side dish besteld. Friet en farangs. Mahi mahi dus. Goeie hand even. Mooi. Smakelijk. We gaan weg van Gili Air met onze public transport. Paard, zoals we hem vroeger deed. En we proberen onze boot te ketten te halen. Hoe vind je van mezelf, Gili Air? Ik vond het echt heel leuk. Ja. Dit is vet. Dit is simpele leefomstandigheden. Maar het is een klein eilandje en na 3 dagen ben je in principe wel klaar. Oh, ja. We staan weer op de airport hier in Dongbok. We vliegen vandaag richting Kuala Lumpur. En we blijven 3 dagen. Het is niet onze echte destination, maar zo'n beetje stop tussendoor. Want we gaan eigenlijk naar... Nee, maar het is een verrassing. We hebben er super veel zin in. We hebben nog heel lang naartoe willen gaan. En we hebben niet hoe het gaat zijn. We zullen snel achterkomen waar we eigenlijk moeten.